Wij waren natuurlijk kunnen het al. Ja, dat waren Amy de mannen. Jullie waren er altijd als wij jullie nodig hadden. En jullie waren er ook als we je niet nodig hadden. Jullie zijn een geweldig stel, maar helemaal geweldig. De beste, dat zijn jullie. Hulpvaardig, sympathiek, niets dan lof. Hippie, 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 hoera! Chapeau, chapeau, chapeau! Wat zijn jullie toch sympathiek? En dat willen jullie toch zo graag horen? Ja, misschien zijn jullie wel sympathieker dan jullie wonen, maar ik heb toch altijd het gevoel gehad dat jullie dachten dat je hier was dan wij. Maar waarom is het zo? Dat moet je mij eens vertellen. Omdat jij toevallig dan bij Rapido hebt gewerkt. En ik 6 jaar ouder ben. Dat jij in een rijtjeshuis woont. Met een droomkeuken met alles erop en eraan. Omdat jij op de voorpagina stond van de Telegraaf. En ik alleen van het AD. Of misschien omdat jij een mooie vrouw hebt. Want jij hebt een mooie vrouw. Want je weet, dat is geen geld op jullie mode. Dat weet jij. En dat weet Mona trouwens ook. Vaak genoeg gezegd. Oh, ik ben er al rand. Maar meteen, dat betreft denk ik dat trouwens iedereen hier op het feest wel een beetje koud man. Nou, dan kan ik mooi zeggen dat Frank haar het eerst gezien heeft. Frank heeft er het eerst zien lopen in de Ruif in Delft.